en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Ik heb een paar dagen geleden gevraagd of jullie leuke vragen wilden insturen via Snapchat. Ik had mijn Snapchat voor een paar minuutjes openstaan. Ik werd echt overspoeld met vragen, dus ik heb de leukste eruit gezocht. Ik heb eigenlijk geen berichten zeg maar geopend en alleen maar foto's of video's, want in berichten stond vaak geen vraag of het was gewoon iets. Het is ook minder leuk om te zien in de video. Super bedankt voor alle reacties. Als je het leuk vindt, doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet alvast te abonneren en let's go. Ik heb inderdaad een vriendje. Hij heet Stefan. Ik heb nu 4 maanden met hem en ja, het gaat super goed. En dankjewel. Mijn YouTube crush. Ja, mannen heb ik niet echt. Dus ik denk dan gewoon Nienke Plas. Want ik vind haar gewoon echt top. En zij geeft me ook motivatie om harder aan YouTube te werken. Dingen beter te editen. En ja, ik vind haar gewoon top. Hey Julia. Heeft de voice je gebracht wat je er van tevoren verwacht had? Groetjes. De voice heeft mij zeker gebracht wat ik ervan verwacht had. Ik had verwacht dat ik meer volgers zou krijgen. Zeg maar meer exposure, meer... Even weer die bekendheid, zeg maar, dat ik, omdat ik ga binnenkort een single releasen en daar heb je gewoon weer eventjes dat bekendheid voor nodig, zodat het goed gaat, in plaats van dat je eigenlijk weer nergens vandaan komt. Dus dat had ik ervan verwacht, ik heb er heel veel van geleerd en het was gewoon super leuk, dus ik heb precies, het heeft me precies gebracht van wat ik ervan verwacht had. Ik wil zeker een keer een meeting houden, het lijkt me echt super leuk, ik weet alleen niet hoe en wat, maar... Ja, lijkt me zeker leuk. En het lijkt me ook heel erg leuk om een keer op de Dutch YouTube Gathering te komen. Of op een feed, festival, shit. Lijkt me echt heel erg leuk om jullie allemaal te ontmoeten. Hoi Julia, mijn vraag aan jou is. Wat wil je nou nog echt bereiken in 2018? Ik ben super benieuwd naar het antwoord. Ik hoop dat ik je super snel kan ontmoeten. Want ik vind echt dat je super mooi kan zingen. Dank je. In 2018 wil ik bereiken dat mijn nieuwe single in de top 40 komt. En misschien wel op nummer 1 staat. En ik wil nog steeds even gelukkig zijn als nu. Welke coach ik van The Voice het minst aardig vond? Ik vond ze eigenlijk allemaal even aardig. Van Ali en Sanne had ik soms positief, soms negatief. Sanne wilde de ene keer liever Maud. En de andere keer vond zij mij beter dan Tessa. En eerst wilde Ali B mij liever dan Maud. En toen koos Ali B... Tessa voor mij, zeg maar. Anouk, die was nooit echt, had echt nooit een hele sterke mening. Ze vond het, bij de Blind Editions vond ze me heel goed. Bij de Battles vond ze het gewoon, vond ze allebei niet zo heel erg bijzonder. En bij de Knockouts vond ze me gewoon heel goed. Maar zei ze wel dat ik wegviel tegenover Silagio en Kimberly. En dat bedoel, daar geef ik ook groot gelijk in. En welke ik het aardigst vond, Waylon, dan denk ik. Ik vond ze allemaal aardig. Ik vond niemand niet aardig. En ja, Waylon die was eigenlijk altijd wel positief. Dus ja, ik kan er niet zoveel van zeggen. Maar dan, als ik dan eentje moet kiezen voor het aardigst, dan Team Waylon. Ja, mijn vraag voor jou is, ga je nog een keer meedoen met de Voice of Holland? Doei. Nee, ik ben niet van plan om in ieder geval niet volgend jaar mee te doen aan de Voice of Holland nog een keertje. Ik heb het nu gedaan en ik vond het super leuk. Maar voor mij zit het er denk ik volgend jaar niet in. Maar wie weet ooit nog een keertje. Lifehack voor school. Maak je niet te veel zorgen. Ik had laatst een video van Anouche gezien en dat is wel echt waar. Maak je niet te veel zorgen over school qua populariteit. Want dat zegt niks over je hele leven na de middelbare school. De populairste mensen en de populairste mensen die ook wel eens pesten, die zijn vaak het ongelukkigst in hun privéleven en thuis. En hebben daarna vaak niet eens heel erg veel succes meer. Dus maak je niet te veel zorgen. De middelbare school is soms overleven, maar daarna komt het allemaal goed. Welke opleiding ik zou willen doen is media, informatie en communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik heb al wel een goede plan bij je voor als het allemaal niet lukt met dit. Wie ik momenteel het beste van The Voice vind? Kimberly. Ja, niet zo moeilijk. Hoe ik Steven heb leren kennen? We hadden dezelfde pianodocent. En daardoor hadden we elkaar een keer gezien bij een voorspelavond. Waar ik mijn auditienummer van Around deed en hij de blues speelde. Een blues. En toen raakten we een beetje aan de praat. En 4 jaar daarna pas nu hebben we een relatie. En we hebben elkaar altijd een beetje interessant gevonden. En een beetje lopen flirten. En echt altijd nog. Terwijl we allebei wel andere mensen hebben gehad. Maar we bleven altijd nog een beetje aan elkaar hangen. Ik heb trouwens 1 traan oog, maar ik weet niet of jullie dat zien. Wat vind je het mooiste aan jezelf? Ik denk mijn ogen en mijn lach. En
ik vind het soms moeilijk om zulke vragen te beantwoorden. Maar ik wil wel gewoon iedereen meegeven. Zeggen dat je jezelf mooi vindt of zeggen wat je mooi vindt aan jezelf is niet raar en het is ook niet arrogant. Ik denk dat het juist niet goed is als je dat niet zou durven zeggen of niet wil zeggen, want van jezelf houden is het allerbelangrijkste. Wat ik graag wil doen in de toekomst. Ik wil heel graag een keer naar Bali, New York en Dubai. Mijn favoriete serie is Riverdale of Dynasty. Ik heb inderdaad wel eens twijfels gehad over of ik verder wilde gaan in de muziek. Dit was meer denk ik omdat ik die social media reacties soms heel erg lastig vond. En omdat het op school ook wel eens moeilijk was. Maar nu ik het dit jaar heb, voel ik me wel echt op mijn plek. Naar welk land wil ik graag op vakantie? Ik heb heel erg veel zin in Samos. Daar gaan we dan heen in de meivakantie, Griekenland dus. En in de zomer gaan we naar Zakynthos. En verder wil ik heel erg graag nog een keer naar Amerika en Indonesië, denk ik. Vroeger zat ik op ballet. En ja, dat heb ik 6 jaar lang gedaan. Tot het niveau dat je op spitsen gaat dansen. En toen dacht ik, Jiel, jij hoort eigenlijk gewoon op hip-hop of streetdance of zo. Dus toen ging ik eerst naar jazz, toen naar streetdance, toen ging ik naar een andere dansschool. Daar ben ik heel erg blij mee. Ik zit nu bij Amy's Dansstudio en daar doe ik hip-hop. Het mooiste moment uit mijn leven is denk ik toen ik het Junior Songfestival won. En het is heel erg cliché, maar toen ik deze ring kreeg moest ik echt super hard huilen. En dat vond ik echt, ja, dat was echt een heel mooi moment of zo. Ik heb nog een vraag en dat is wat je lievelingseten. Mijn lievelingseten is sushi. Waar ik het meest dankbaar voor ben in mijn leven. Is dat ik heel erg gelukkig ben. Dat ik kan doen wat ik wil doen qua zingen en zo. Dat ik de mogelijkheid heb om naar school te gaan als ik dat wil. En als ik dat kan ik gewoon doen. En het is gewoon niet in alle landen zo. En dat ik gewoon gezond ben en dat ik in een goed huis woon. En ja, dat is het denk ik. Super cheesy dit, maar dat is wel gewoon. Ik weet niet, ik denk dat we daar wel meer bij stil moeten staan. Mijn slechtste eigenschap is dat ik boos word als ik mijn zin niet krijg of als iets niet gaat zoals ik wil. En ik kan heel erg piekeren en stress hebben over dingen wat eigenlijk helemaal niet nodig is. Wat is jouw echte guilty pleasure? Mijn guilty pleasure is Temptation Island. Dat is niet eens een guilty pleasure eigenlijk. Verder heb ik niet echt guilty pleasures. Ik vind Temptation Island gewoon echt top. Oh ja, en mijn guilty pleasure is om eerst wakker te worden en dan te gaan ontbijten en lekker op de bank te hangen en dan pas te gaan douchen in plaats van eerst douchen. Ik weet dat je er veel minder wakker van wordt, maar I love it. Hey Julia, ik vroeg me af, wie is je voorbeeld? Mijn voorbeeld is degene die ik ben over 5 jaar. Nee, dat is heel cliché, maar soms mensen zeggen wel eens van ik kijk op tegen degene wie ik ben over 5 jaar, omdat ik... Hoe succesvol diegene is, hoe leg je dat uit? Ik hoop dat ik gewoon over 5 jaar heel erg gelukkig ben en succesvol. En dat ik nog steeds met Stefan heb. Dus eigenlijk is dat mijn voorbeeld, want dat wil ik. Dus daar streef ik naar, snap je? Dus, en als ik echt iemand moet kiezen, dan is het Sarah Larsson, denk ik, qua in de muziek. En qua fashion is dat Klaartje Rose. En qua vloggen en YouTube is dat Nienke Plas. Dit was alweer de Snapchat Q&A. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Voor Valentijnsdag komt er een video online over liefde. Dus stel al je vragen over liefde aan mij. Het mag anoniem via Instagram. Het mag ook hieronder in de reacties. Alles wat je maar wilt weten. En ik beantwoord je vragen. Je mag ook advies vragen. Dingen aan mij vragen. En ik hoop dat jullie dat ook een hele leuke video vonden. En maandag komt, als het goed is, weer de weekvlog online. Dus ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei!